wordt het Max Verstappen zijn eerste pole position met deze fantastische Red Bull RB13. Unlucky for some. En tot nu toe in de kwalificatie gold dat zeker voor Max Verstappen. En we kijken samen uiteraard hier in de studio met Robert Doornbos. We gaan het over dit hebben, deze kaart, hè, jongens. De regenboog van Pirelli. Ja, hier laten ze nog even de Hypersoft zien. Het is alsof het een kunstwerk is, hè, wat er onthuld wordt. Nou, hier zien we ze allemaal naast elkaar. Ja, en hier heb je nog niet de nat weerband bij en de intermediate. Hè? Nee, dus wat voor kleur wordt die? Want blauw kan het niet meer zijn. We gaan het zien of dit werkt. Maar ik denk dat ze zachtere banden compound is natuurlijk wel goed. Dat is heel goed. Dit jaar konden ze maar uiteindelijk verplaats je het probleem, want je neemt 3 zachtere mee dan wat je nu meeneemt. Dus ja, maar dan moeten ze meer pitstops maken. Op de eerste startrij, wie hebben we daar staan? Jawel, Valtteri Bottas. Voor de tweede achtereenvolgende keer al. Ze zeggen dat hij niet in vorm is, maar wel 2 pole positions achter elkaar. Maar Lewis Hamilton was eigenlijk sneller. Gaan we straks zien in de analyse van Robert Doornbos. Maar die maakte een klein foutje. De Ferrari's heel dichtbij Vettel. Dus wie weet kan hij in de race aanhaken. We hebben hier even in de studio een modelletje. Kijk, daar staat hij. Het leuke is, dat zien de mensen hier in de studio niet, maar de mensen thuis wel. Dit is de RB13. Is zo ziet hij eruit, zonder halo. En volgend jaar zit er zo'n lelijk gevaarte. Regels die komen en die gaan. Maar in dit geval is het een zekerheidje dat hij volgend jaar op zit. Dus die 33 gaat eraf. Het wordt weer echt gewoon een neerwaartse lijn. Zoals die oude raceauto's waren. Dus Red Bull heeft een auto ontwikkeld die een hele hoge achterkant heeft. Ja. Waardoor de luchtstroom van de voorvleugels echt onder die auto wordt doorgeduwd. Of geleid eigenlijk. En dus dat meer neerwaartse kracht genereert. En ja, de teams als Mercedes en Ferrari denken, hoe kan het nou dat die auto zo goed is in bepaalde sectoren, terwijl wij de beste motor hebben en over het algemeen winnen we meer. Maar toch heeft Red Bull natuurlijk laten zien bepaalde weekenden dat ze meedogenloos snel zijn. Ja. En met name op die kortere circuits ook. Even een complimentje voor onze mannen van de augmented reality. Want dat is natuurlijk fantastisch gedaan, zo'n auto in de studio.